Wat is normaal? Laten we het daar eens over hebben. Want bij de VVD vinden we dat iedereen gewoon normaal moet doen. Wij vinden het normaal dat je problemen niet doorschuift, maar aanpakt. Bij de VVD pakken we het klimaatprobleem bijvoorbeeld heel eenvoudig aan. Door het gewoon te schrappen uit ons verkiezingsprogramma. Probleem opgelost. Wat is normaal? Kijk, als je een laag inkomen hebt of arbeidsongeschikt bent, speciaal onderwijs nodig hebt of als je een huurwoning hebt, dan ben je gewoon niet normaal. Dan zoek je het bij de VVD maar lekker zelf uit. En daarom maken wij het makkelijker u te ontslaan. Wij verlagen uw uitkering, uw zorgtoeslagen en huurtoeslagen. En schuiven we de vakbonden aan de kant. Want minder voor u is meer voor ons. Zo gaan de hoge inkomens er nog net iets meer op vooruit. En kunnen onze bankiersvrienden hun bonus behouden. Had je maar fucking normaal moeten doen. Al met al zijn we eigenlijk heel optimistisch over de toekomst. Onze eigen toekomst. Kijk maar naar onze Mark. Mark is optimistisch. Die heeft het hartstikke lekker voor elkaar. Maar uiteindelijk is er niemand met meer verantwoordelijkheid dan u in dit land. Dus wat is normaal? Dat bepalen we bij de VVD wel. VVD, doe normaal.